En ik nodig in de eerste plaats Antoine Den Hert uit, ereburgemeester van Kruibeke. Hij heeft tenslotte wel heel wat jaren burgemeester geweest, terwijl, hè, en hij heeft zelfs het begin meegemaakt van onze directeur, meneer de directeur, Simon Bijsma. Antoine, aan jou het woord. Maar moet ik zeggen, als ik zeg van het nieuwe studie, dan is het juist om die reden dat jij directeur geworden bent. Ik vind, een lieve mens zijn is de oogst onderscheiding die we kunnen hebben. Of voor mij alle gelden hebben van, hoe ik diploma's heb, als mijn geliefde hier, is het mijn iets. Dat is echt heel belangrijk. Dat we dus weten dat dat de basis ligt van ooit uw benoeming geweest is. We hebben 3,5 jaar samengewerkt. En voor wanneer ik verder ga, mijn collega Schepen van Haver heeft mij gezegd dat ik het koffie moet houden. Ik zal dat ook doen. Ik werd wel bij, maar in het begin heel goed kunnen samenwerken. Wij hebben een aantal projecten gehad, zoals ieder jaar het budget, om dat niet te zeggen. Maar wij hebben ook een aantal projecten in gang gezet rond de gemeenteschool zelf, waarover later meer. Jammer genoeg heb jij dat niet kunnen meemaken, want jij hebt zelf beslist om op pensioen te gaan. Maar ik beloof je, en dat is de eerste belofte dat ik maak sinds ik gekozen ben, ik beloof je dat als de gemeenteschool qua energie en investeringen enzovoort klaar is, dat je uitgenodigd zult worden, samen met u uiteraard, om dat mee te maken en te komen bezichtigen. Wij zullen vanaf 1 september de door u gevraagde laptops allemaal klaar hebben staan, met dank aan Bart Palet, onze systeembeheerder. En we zullen ook zorgen dat we voor de volgende jaren de gemeenteschool naar een betere en betere organisatie kan komen op IT. Beste Daniel, beste Cyril, van harte dank. Dikke proficiat. Ik moet zeggen dat iemand die zo lang in een basisschool directeur is, dat is echt wel een gedicht. En die dat blijven doen is denk ik met dezelfde inzet als vanaf de eerste dag. En die inzet die was zeer groot, want Antoine heeft net verteld, het onderwijslandschap was 32 jaar geleden totaal anders. Je had de rijksschool, dat is een duidelijk publiek, sociologisch afgescheiden. Je had eigenlijk 2 katholieke scholen. Je had de meisjesschool katholiek en de gemeenteschool was eigenlijk ook gewoon katholiek. Als je kijkt wat er in die jaren al veranderd is aan pedagogische projecten, maar ook aan de eigenheid die elke school moet hebben, eerst door een lagere school geworden die gemengd is, dan door een basisschool, een kleuterschool, beide te ontwikkelen. Dat zijn stappen die ontzettend belangrijk zijn geweest. En die eigenheid is heel erg belangrijk in een concurrentieel en een samenwerkend landschap dat verder verkeerd in is. En ik wil eindigen met het volgende. Ik denk dat Cyril nog naar de tegenkomen. Op een andere plaats, en waarschijnlijk in een andere omgeving, maar ik kijk er heel veel plezier naar uit. Je weet dat ik dat meen, dat ik dat zeg. Je kijkt er naar uit op welke manier dan ook in het politieke landschap van Kruijbeke met de dames eruit gewand discussiëren is ook samenwerken en samen zullen wij Kruijbeke ook beter maken. Heel bedankt voor die 30 jaar, meer dan 30 jaar, tegenwoordig de laatste 3,5 jaar. Dank u, bedankt dat je uw mantel lang gedeeld hebt met ons. Doe dat goed samen en je weet, je bent altijd welkom. Bedankt. Nog voor de legislatuur begon, kwam ik op bezoek in je bureau om met elkaar kennis te maken. En wat bleek? De voorzichtigheid die ik in me had, was nergens voor nodig. Het klikte meteen, we zaten op dezelfde golflengte. En natuurlijk, na die professionele kennismaking, werd meteen ook de politiek aangesneden. Want het is alom bekend dat jij de verkeerde partij aanbrengt. Daarom heb ik speciaal voor jouw pensioen aan de Kruibekenaren gevraagd om vandaag de Belgische vlag uit te hangen. En ik denk dat mijn reden ook. Maar, Cyril, en dat meen ik, dat getuigt van een goede relatie. Jasper, ik heb graag met jou samengewerkt. We spraken duidelijke taal tegen elkaar. Ik onthield me van me te veel te moeien in een zeer goed draaiende school. Je hield me op de hoogte van de belangrijkste dingen. We verstonden en vonden elkaar hierin zeer goed. Team heel goed geleid. Je hebt de ouders betrokken bij de school, de kinderen de kans gegeven om te groeien. En nu, nog sneller dan verwacht, heb je gedacht, het is tijd voor iets anders. Maar ook dat was opnieuw een starten van jou. Je voelt aan wanneer de tijd rijp is om te veranderen. Cyril, je zal nog betrokken blijven. We gaan je nog zien. En al roep je dan heel vaak staan, ik wil niet voor de voeten lopen. Hè. Maar vandaag nemen we wel afscheid van jou als directeur.
meneer de directeur. En ja, het stond ook in mijn speech. Wie weet verwelkomen we je ook nog eens binnen een andere functie. En dan insinueer ik ook op het politieke. Maar van Maarse Groep wil ik echt heel oprecht zeggen. Merci. Bedankt voor al die jaren. En ik wens je nog het allerbeste voor jullie, voor het ganse gezin, met de nieuwe droom. September 1984. Ik zie me nog staan aan de nieuwe school, want de school was nog maar juist ingericht en afgewerkt. En er kwam een pakjesbezorger met een doos voor de school. En die wist me te zeggen, dit is een pakje voor de directeur. En toen zei ik, ja, geef maar, dank u. Nee, nee, zei voor de directeur. Ja, maar geef maar, dat ben ik. Misschien had het te maken met mijn jeugdige snoet, mijn iets langer haar. Misschien ook met andere factoren, maar ik heb er één conclusie uitgetrokken. En dat is, vanaf nu draag ik een pak en een das en kunnen ze mij niet meer aanzien voor iemand anders dan de directeur van de school. En intussen zit mijn tijd van uitpakken erop. Ik ga inpakken en wegwezen. Ik wil de hoop nu nog uitdrukken dat in de stroom van al deze pakjes vol hoop en steun, dat die stroom mag blijven aanhouden. Zodat onze school met een heel sterk team en onder leiding van mijn opvolger Tini van Landeghem mag verder uitgroeien tot een warm onderwijsnest. Een opvoedingsthuis voor al onze Kruibeekse kleuters en leerlingen. Dank u wel.